Mijn naam is Marcianne Petit Jackson. Ik ben nu in Amsterdam. En ik zat te lopen en ik zat te denken. Toen dacht ik, ik ga het toch doen. Ik ben op zoek naar mensen die als ervaring hebben met Arkin. Arkin is een GGZ-instelling waar mijn ex en mijn kind geestelijke ondersteuning voor kreeg. Mijn ex is een drugsverslaafde, alcoholist, psychiatrische patiënt, een autist en nog wat, nog veel, veel meer. De Raad voor Kinderbescherming besloot een paar jaar geleden dat hij mij het kind moest opvoeden, omdat hij alles bij elkaar loog en mee wegkwam. Dus narcisten kunnen heel erg goed liegen. Maar dit heeft mij heel veel geld gekost als moeder. Dus ik ben dus naar de rechter gegaan en gezegd, joh, wat is hier gebeurd? Arkin GGZ in Amsterdam wist dat mijn ex allerlei geestelijke problemen had, financiële problemen. En toch hebben hun niet meegewerkt aan een onderzoek van de Raad voor Kinderbescherming in 2012. De rechter oordeelde dat ik een goede moeder ben, dat ik het allemaal perfect gedaan heb. Dus wat is het probleem? Dat ik al die jaren alles heb moeten betalen. Ik weet vanuit de Nederlandse samenleving dat er heel veel ouders zijn zoals ik, die worden gebruikt door dit soort instanties, zoals Arkin, GGZ. Wanneer de ene ouder het goed doet, dan moeten de ene ouders continu hun probleem oplossen, omdat zij weigeren samen te werken met andere organisaties om zelf niet die druk te hoeven te hebben. Dus alle druk kwam op de ouder die hard werkt en geld verdient. En dat was ik in elk geval. Ik ben hier bekend als op de website mogelijke dochter van Michael Jackson. Een van de redenen dat ik in 2010 in het nieuws kwam. En niet mijn rechtszaak afmaakte over de estate van Michael Jackson. Dat was ook zodat de vader van mijn kind mij niet nog meer financieel kon kaal plukken. Samen met Arkin. Maar nu ik in dit gevecht ben over child traffic, wat ik heb meegemaakt in mijn leven, wat tegen mij is gebruikt door mijn psychiatrisch gestoorde drugsverslaafde ex, wil ik toch deze oproep doen. Ben jij een ouder, net als ik, die keihard gewerkt heeft voor de welzijn van haar kind en gebruikt is door het systeem Arkin in Amsterdam? Want in Nederland is het zo, als jij geestelijk ziek bent en je doet heel zielig, krijg je alles voor elkaar. En de ouder die keihard werkt, die wordt alleen maar afgestraft als crisismanager. Ben jij zo'n ouder? Ben jij een slachtoffer geworden? Omdat jij een relatie hebt gehad met een geestelijk drugsverslaafd iemand in Nederland. En ben je helemaal kaal geplukt, gebruikt, vernederd, emotioneel kapot gemaakt door instellingen als GGZ Arkin in Amsterdam? Alsjeblieft, neem contact op met mij. Ik heb uw getuigenis nodig om aan te tonen dat deze GGZ-instellingen niet opkomen voor beide ouders. De ouder die het meest zielig is, de ouder die het best bij elkaar kan liegen, zoals mijn ex. Daar betaalt zo'n hardwerkende mensen zoals ik word, die moeten daarvoor de prijs betalen. En wat is het resultaat? Je krijgt een onrespectvol kind die denkt, mama los alles wel op, papa los alles maar op. Want de geestelijke zieke mensen hier in Nederland, die worden zo beschermd dat hardwerkende mensen zoals ik, wij worden gewoon kapot gemaakt. En als ze dan bij de rechter komen en zeggen, nou, het is toch goed gelukt. Ik heb een compliment gekregen van de rechter dat ik een goede moeder ben. Dat ik alles zo goed heb weten te overleven voor mijn kind. Maar daarvoor ben ik geen ouder om gebruikt te worden door die GGZ-instellingen. Omdat ze niet willen samenwerken met de Raad voor Kinderbescherming. Dus er zit dus een gat in de wet. Waarin wij Nederlanders, het moet anders. En daarom ga ik in hoger beroep. Dus woon je in Amsterdam, ik ben nu in Amsterdam. Heb je ervaring met Arkin, laat me alsjeblieft weten. Stuur me een e-mail naar info@thuiszorgernestine.nl. Of stuur me een e-mail naar info@npjjacksonrevelation.nl. Alsjeblieft. Maak contact met mij, want ik ga vechten voor een beter zorgsysteem hier in Nederland. Want dit klopt gewoon niet. Dank u wel. Dit was Marcianne Petit Jackson van Amsterdam. Uit Amsterdam. Niet Amsterdam. Ik ben in Amsterdam, maar ik woon niet in Amsterdam. Maar ik ben nu in Amsterdam. Ik wil u ontzettend bedanken.